Dames en heren, welkom bij een nieuwe video van Foodbomb. Vandaag maken we een onwijs lekkere tonijnfilet. Deze tonijnfilet ga ik eerst lekker marineren en dan kort grillen. Mensen die niet van vis houden, moeten dit eens gaan proberen. Ik weet zeker dat ze na dit gerecht vis lekker gaan vinden. We beginnen met het maken van de marinade. Ik gebruik hiervoor 1 geperste sinaasappel. Deze sinaasappel geeft de marinade een heerlijke frisse smaak met wat zoetigheid erin. Dit proef je straks ook helemaal door de tonijn heen. Nadat de marinade klaar is, mag je de tonijn in de marinade doen en dit in de koelkast bewaren voor minimaal 30 minuten. Haal je tonijn uit de koelkast en laat deze op kamertemperatuur komen. Doe ondertussen je grillpan aan, zodat deze heel erg heet wordt. Leg je tonijn in de grillpan en grill beide kanten voor 1,5 tot 2 minuten. Vooral niet langer. Hou de binnenkant mooi rosé. Smeer de marinade over de tonijn, zodat de tonijn lekker sappig blijft van binnen. Laat de tonijn heel even rusten en snij het dan pas aan. Je ziet dat mijn tonijn mooi rosé is van binnen. Dit komt door het kort grillen op heel hoog vuur. Op deze manier schroeit het aan de buitenkant en de binnenkant blijft mooi sappig en mooi rosé. Als ik de smaken moet omschrijven, het is fris en zoet door de sinaasappel, voldoende ziltigheid door de sojasaus, de verse kruiden passen goed bij de vis en de knoflook doet echt zijn werk goed. Al met al is de grillsmaak goed te proeven en de marinade is gewoon subliem bij deze tonijn. Bedankt voor het kijken naar mijn video. Ik hoop dat je het leuk vond. Doe even een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal voor meer video's. Tot volgende week.